Dat was ook een Bogaerts, Ralf Bogaerts. Kone. Door de middel, Eurostep. Mooi hoor, knap gedaan en mooi afgewerkt. Met zijn 2,13 meter wel natuurlijk. Goeie pas en echte. Jan Tune. Van de vierste assist en Nick Jan Tune. En opnieuw daar man. En opnieuw is het Jan Tune. Vijf seconds. Ja, goede pas van Kone. Tip voor Kohadja. Van de Vuurst. Voorbij alles en iedereen. En de finger roll is goed. En opnieuw three point play voor Oostende. Goeie handen van Wallisson. Nu de dunk Jan Tune. Op aan van Trafontaine. En time-out Bosco. Oef. Gillet levert in. Kone is ermee weg. En opnieuw scoren Kone. Goeie help van Wallisson. Meteen naar voren naar Gillet. Die kan afwerken. Full boot. And one. Ja. Sterke drive van Phil Boot. Beter dan de 2-punt pogingen van Luik, om u maar even te schetsen. Dat Stendel toch wel beter voor de dag komt. En Poitier, mooie drive. En de fout. En opnieuw de N1. Ja, Buiskaart. 0-2. En dames en heren, jongens en meisjes. Jan Tune gaat zowaar de ballen brengen. Ja! Jan Tune! Staat te slapen bij Luik. McCoy komt het screen zetten. Rolt goed af, Alioep. En de slam van Brandon McCoy. Simon Buyssen met de assist. Connectie van de Vuurst. Oh, behind the back. Oeh, lekker assist. Pintelon staat ook op het scorebord. Ook Spalletta met de dunk. Ook voor hem een double-double. Heeft ook 10 rebounds. Zo, net geen 100 punten voor Oostende. 98-64. Overtuigende overwinning van de mannen van Gerja.